We zijn hier bij de stadstuin in Doetinchem. Daar staan drie leenskasten. Een beetje werkruimte maken. Er staan drie leenskasten. Daar was ik zondag en tot mijn grote schrik waren alle ramen helemaal vol. Zo goed als helemaal vol. Dus ik moest vandaag even terug met nieuwe ramen om het volk wat ruimte te geven. Er ligt wat raad onderin, dat haal ik even weg. Hallo, jullie mogen gerust even meekijken hoor. Ja. Gebeurt niks. We hebben wat toeschouwers vandaag. Dus aan deze kant zit alleen de honing, want hier zit het moerrooster. Dit is het broednest, dat is de ingang van de kast. Als ik dan een raam eruit haal, oh, die is ook loodzwaar. Dan zie je dat hij helemaal verzegeld is met honing. En aan deze kant is het nog een klein beetje open, maar ja, je zou hem haast even moeten voelen. Nee. Durf je dat? Nee. Nee? Wil je hem even voelen? Ja. Doet, gebeurt niks. Nee, gebeurt niks hoor. Voel hem maar eens even hoe zwaar die is. Kun je hier aan die oortjes kun je hem vastpakken. Hey, ik heb hem. Daar zit honing in. Oha. Hey, pak hem. Voel je hoeveel? Nee hoor. Maar die zit dus helemaal vol honing. Dat is bijna 4 kilo, één zo'n raam. Ja. Dus daarom is het leuk om hem even te voelen, want dat verwacht je niet dat zo'n raam zo zwaar is. Nou, tweede raam, idem dito. Nou, wat zijn ze druk, hè? Ja, dat is bij je eigen, hè? Nou, je hoeft kijk niet verder te kijken, want ik weet wel dat dit allemaal vol zit. Zo ga ik even naar deze kant van de kast. Hier zit dus het broednest, de babybijtjes. En dan kijk ik even of ze al willen zwermen, of ze er vandoor willen, want ze hebben te weinig ruimte. En dat trigger je het vertrekken van het volk mee. Nou, hier zie je, al dat bruine zijn allemaal babybijtjes. Ja. Dus achter elk celletje zit een babybijtje. Eén zo'n raam vol met van die cellen is ongeveer 10.000 nieuwe bijen die geboren worden. Elk raam. Er zitten hier 5 ramen in, dus ze zouden er theoretisch 50.000 bijen elke 21 dagen geboren kunnen worden. Ja, aan deze kant ook. Dus nu kijk ik even of ik of de koningin zie of dat ik eitjes zie. Want als ik eitjes zie, weet ik dat de koningin er is. Nou, hier is alles vol met broed, ook jong broed. Dus ik weet dat ze in ieder geval nog niet lang weg is. Nou. Stop die. En wat ze? Aan deze kant, die kant zit de honing, aan deze kant zitten de babybijtjes. Dus dan ga ik nu bekijken hoe het gaat met ze. Ik zal zo even nog kijken. Kijk, al dit bruine, dat zijn allemaal babybijen. Dus die zijn zich aan het verpoppen. Wat is er? Gebeurt er wat? Nee, ik heb een nectar ding. Oh, ja. Was de honing lekker? Ja, heel lekker. Kook je ook honing? Nou, mijn honing ligt bij de Jumbo. Vanaf volgende week. Nee, daar kun je het kopen. Van alles bij je. Nee. Mijn honing is 100% zuivere honing. En dat staat bij de Jumbo. En dat heet dan dadelijk Nederlandse honing uit de Achterhoek of zo. Ja. Dat is mijn honing. Mag ik die? Oh, sorry. Ja, als ik dadelijk weer een stukje afbreek, dan zal ik hem je geven. Ik heb hem bang gestoken. Oh, bij wespen. Ja, wespen die prikken heel snel. Die prikken zelfs al als je in de buurt komt. Maar bij je niet. Want anders sta ik hier natuurlijk ook niet met mijn blote handen, hè? Ik dacht dat het best. Nou, dit ziet er allemaal geweldig uit. We hebben nog helemaal geen zwermdrang, ondanks dat die kast helemaal vol zit. Dat is toch wel bijzonder. Normaal willen ze dan toch echt weg? Nou, ik stop hiermee, want ik heb het wel gezien. Zo. Nou, dit ziet er goed uit, gelukkig. Dan ga ik ze hier nieuw raad geven en dan ga ik om en om doen. Oh, zo, die zit. Nee hoor, die is zo zwaar. Zo. Kijk, heb ik een doos met nieuwe raampjes bij me. Zie, die moeten ze nog helemaal bouwen. Zie, het is een heel dun plaatje. Oh, dat voelde ik dus, ik kon er niet doorheen drukken. Dat klopt, in het midden is die een beetje steviger. Maar je wilde er toch ook niet dwars doorheen drukken? Geen gat in mijn raad te maken? Nee, dat niet. Kijk, dan geef ik ze hier nieuwe ruimte, kunnen ze dat weer bouwen. En dan kunnen ze daar weer nieuwe honing in stoppen. En dat doe ik dan hier ook.
En dan hoop ik dat ik... Ja, dat kan ik nooit zeggen. Zo één keer in de drie weken. Dat is dan wel toevallig dat wij hier zijn. Ja, hè? Kijk, die honing is lekker. Ja, hè? Dat is echt honing. Wat is eigenlijk de camera ernaast? Die, ik heb een YouTube-kanaal. Dus als je Imke Doetinchem opzoekt of Jan Lusink, of dan kun je dit filmpje vanavond zien. Mogen wij de... Hij staat nu op de grond. Wil je? Nee, want hij staat hierheen. Als je dat wil, dan draai ik hem even om. Nee hoor. Ja, ik wil hem. Ik ga vanavond ook echt kijken. Ja? Nou, zal ik hem dan omdraaien? Ja. Hoe heet je? Jan. Ik ben hier... Heet je Jan? Ja. Nou, ik ben Imke Jan. Dat ben ik. Heel maar ik ben Jan. En ik ben hier met Jan. En Jan heeft net honing geproefd. Jan, kom eens even terug, jongen. Ik ga er vandoor. Ik heet ook Jan. Ik heet ook Jan. Ik ook. Dus als je Jan Doetinchem Imke zoekt, dan vind je hem wel. Hoe vond je de honing, Jan? Ja, heel lekker. Ja? En het raampje, heb je even vastgehouden net? Ja. Was dat zwaar? Ja, wel zwaar. Ja, ja, dat is ongeveer 4 kilo, zo'n vol raam. Leuk dat je even meegekeken hebt. Maar je kunt in ieder geval het kanaal van ze opzoeken, kun je abonneren en dan kost niks natuurlijk. En dan... Heb je ook veel volgers? 1000. Jan? Jan Lusink, L-U-E. Ja. Dan zie je gelijk, als je Jan L doet, dan zie je al Jan Lusink Imker. Zie je hem? Dus nu gaan ze ons niet aanvallen? Nee hoor. Als je een beetje aan die kant blijft staan, een metertje naar achteren, dan sta je helemaal veilig. Dan ga ik hier aan de zijkant staan. Nou, dit zit dus helemaal vol met wildbouw, noemen wij dat. Natuurbouw. En dat ga ik dan even oplossen, dat probleem. Hallo. Hoi. Ja hoor. Ik was een beetje te laat, dus ze hadden te weinig ruimte. Dus ze hebben hier een beetje een creatief bouwwerk gemaakt. Ja hoor, kom er maar bij. Zo blaas ik de bijen er een beetje af. Zie je dat? Ze hebben ze allemaal zelf gebouwd. En daarom geef je die ramen dat dat netjes, of niet netjes, maar dat het er zo in zit dat ik het er makkelijk even uit kan halen. Zo. Wij gaan er vandoor. Ja hoor. Ja, dag jongens, leuk dat jullie even gekeken hebben. Ik wil ook op de vlog. Fijn ja. Dag. Dankjewel Jan. Tot de volgende keer. Wat ga je nu doen? Ik ga dit weghalen. Dit hadden ze niet moeten bouwen. Normaal zitten er gewoon netjes raampjes in. Zoals aan deze kant. Zal ik even laten zien. Hebben ze dat gaafwerk? Ja. Bouwen, bijen bouwen in principe alles zelf. Alleen normaal geef je als Imke dit soort ramen. Zodat je die ramen er weer een beetje makkelijk uit kunt halen. Dit zit helemaal vol met honing. Zie. Wil je het proeven? Wil je het proeven? Wil je het proeven? Ja. Dan moet je gewoon je vinger er even in duwen. Ja. In dat witte stuk. Geen bijplat duwen. Dan gaat het allemaal goed. Gewoon goed duwen. Hard duwen. Hard duwen. Ja. Oh. En dan steek je hem in je, en dan steek je hem in je mond. Oh. Ja. Ik dacht dat je dat ding al had. Ja. Dan mogen we er nog wel een beetje honing. Tuurlijk. Zo. Hè? Wat de natuur ons allemaal geeft. Nou. Ja. In de honing. Supermarkt ligt allemaal rot. Gewoon. Gewoon voorzichtig je vinger erin drukken, dus niet de hele sporen maken, gewoon recht er doorheen drukken. Dan zit de honing genoeg aan, ja. En gelijk in je mond, ja. Er zit een beetje was aan, dat kun je gewoon kauwen en dan spuug je het eigenlijk als kauwgom uit, zeg maar. Deze honing kopen. Binnenkort bij de Jumbo. Iedereen gaat? Ja. Top jongens. Hoe heet die? Jan? Ja, volgens mij heet het iets van Jumbo honing, Nederlandse honing. Maar ik zal het binnenkort op een YouTube kanaal even zeggen. Hoe heet het ook alweer? Jan Lusink Imker. Hij heeft hem. Hij kan hem zo delen met je. Ja. Binnenkort kun je het bij de Jumbo kopen, die honing. Zo. Oh, dat zijn ze alweer lekker aan het opruimen, zie ik. Daar heb ik enorm geknoeid. Er lagen verzopen bijen, maar die beginnen alweer te bewegen. Eens kijken of dit volk gezwermd heeft. Want dat zou natuurlijk heel logisch zijn. 2, 4, 6 ramen in de
aan de broedkant. Hier zit de boerrooster, dus hier zit het broed en hier zit de honing. Ik zie heel veel open broed. Dus dat ziet er heel goed uit. Dat is natuurlijk het voordeel als je dan een beperkte broedruimte geeft. Dan kan die koningin dat ook goed bijhouden, waardoor dat niet verhoningt. Het verhoningen van de broedruimte komt ook door het... Propolis, die laat ik altijd weer in de kast vallen. Komt ook door het te veel ruimte geven. Dat klinkt gek. Dan denk je van er is te weinig ruimte. Maar als je te veel ruimte geeft, dan kan die koningin die cellen niet allemaal volhouden met eitjes, met larfjes. En daar komt dan honing terecht. En nou ja, dat schuift dan steeds erg zijn plek op. Ik zie geen moerdoppen. Nou, dat ziet er eigenlijk heel mooi uit. Een heel mooi broedraam. Prachtig broedraam. Ondanks dat het volledig verhoningd is, de kast. Alles zit helemaal vol. Blijft dan zo'n broedruimte toch redelijk schoon. Even kijken of ik eitjes zie. En dan heb ik genoeg gezien. Ja, ik zie hier eitjes. Dus de koningin zal er zeker zijn. Ik geloof niet dat ik deze gemerkt heb. Maar ik kijk ook niet verder. Oké. Aan de broedkant geef ik niet meer ruimte. Want 6 ramen is echt meer dan voldoende. Dan moet ze echt goed haar best doen. Wil ze dat volleggen. Maar aan de honingkant ga ik een grote ingreep doen. Dan ga ik checkerboarden, zoals dat heet, om en om. Om en om de volle ramen afwisselen met kunstraad. Dat doe ik normaal nooit. Ja, die zijn echt helemaal vol. Ze hebben ook een klein beetje aan de zijkant gebouwd. Deze kast heeft net iets te veel b-space aan de zijwanden, waardoor je soms een stripje hebt van wildbouw daar. Elk raam is helemaal vol. Loodzwaar. Dus die moeten we echt gaan slingeren. Dat gaan we ook doen binnenkort, maar nu niet. We zijn nu nog met de koninginnenteelt bezig. Dat heeft voorrang. Dus hier komt dan het eerste raam tussen. Dus hier hebben we het moerrooster. Eerste volle raam, eerste kunstraad. Tweede volle raam. Tweede kunstraad. De derde. En dan zit de kast eigenlijk wel vol. Dat is 4 kilo per raam. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zouden erin kunnen. 40 kilo honing zou erin kunnen. Dan moet je echt slingeren. Maar je kunt ook gewoon per raam slingeren. Meneer? Ja. Nee? Geen probleem hoor. Kan, hoeft niet. Mag wel, hoeft niet. Zo. Deze is klaar. Dan gaan we naar de laatste. Mag dat? Wat? Druppeltje honing? Ja. Even honing proeven? Ja. Ja hoor. Dat mag zeker. Weer? Nee hoor. Nee, die zich gaan poetsen. Oh. Bijen zijn heel schoon, die poetsen zich steeds helemaal. Kijk. Lekker. Hier hebben we ook wildbouw, zie je dat? We hebben bezoek vandaag. Hallo. Hi. Wie zijn jullie? Kean. Hoe? Kean. Kean? Ja. En Jan? Ja. En die derde is? Op de scooter? Quinn. Op de fatbike? Dat is Quinn. Ja. Oh, dat is Quinn. Hi Quinn. Dit is een mooie jongen. Hi. Baby. Maar de jongens komen even bij de bijen kijken. Even honing proeven. Hier hebben ze wildbouw gemaakt. Zoals vaak in dit tijdje van het jaar, darrenbroed. Dus dat gaan we even weghalen. Ik ben hier gewoon veel te laat. Ik ben hier het hele jaar nog niet geweest. Gewoon bouwen. Dat zweten ze uit. Ze hebben wasklieren aan hun buik. Hebben ze klieren. Wij hebben zweetklieren. Daar kunnen we zweet maken. En ze hebben wasklieren. Daar kunnen ze bijenwas mee uitzweten. Maar hoe maken ze het? Bouwen.
Ja, dat weet ik maar. Dat knagen ze en dan leggen ze dat met hun kaak leggen ze dat neer en dan met hun kop drukken ze dat aan. Maar dat duurt wel langer. Ja, maar moet je kijken hoe snel ze dat doen. Dan kunnen ze echt heel snel. Bijen kunnen heel goed bouwen. Wil je het hebben? Ja. Alsjeblieft. We hebben de bijen gebouwd. Dus aan de smalle kant zijn ze nog aan het bouwen en dat dikke is klaar. Het is helemaal leeg nog, hè? Vind je het leuk? Ja. Een stukje te hebben? Thuis laten zien? Niet afbreken. Je mag ermee doen wat je wil. Mag ik ook een stuk? Ja hoor. Als ik het eraf krijg, dan krijg jij ook een stuk. Maakt er niet uit, Jan. Hij wil ook een stukje. Hier zit ook wat honing in. Voel je dat? Dat hij wat zwaarder is? Ja hoor. Boha! Ik weet niet, ik krijg zo'n sterk. Ja, maar daar zitten allemaal honing in. Dat kun je ook lekker proeven. Ja. Die hoek is helemaal honing, zie je dat? Er zit nog een wesp. Een bij, hè? Geen wesp, maar een bij. Boha. Alsjeblieft. Voorzichtig vastpakken, kijk eens aan. Dan kun je ook op kauwen. En dan gewoon een hap van nemen, kun je erop kauwen. En als het dan helemaal uitgekauwd is, kun je het uitspugen. Net als kauwgom. Probeer maar eens. Ik kan er gewoon een hap van afnemen. Dat heet raadhoning. Oh, lekker hoor. Is een leeg stukje weer. Wil iemand hem? Het lijkt een beetje op een schoen. Nou, dan gaan we kijken hoe het broednest eruit ziet. Hier zien we een verhoningd broednest, dus ik denk dat ik ontdekt heb welk volk gezwermd heeft. Dat zal deze zijn. Nou, fijn dag! Jij ook, bedankt jongens! Doei! Dit ziet er goed uit. Verder, een klein beetje honing in het broednest. Hier zien we een mooie raadbroed. Even kijken of we hier eitjes zien. Verwacht ik eigenlijk niet. Sterker nog, ik hoor een tuter. Dus er loopt hier een jonge koningin die aan het tuten is. Dan ben ik benieuwd of we ook de kwaker horen. Dus ik weet zeker dat deze gezwermd heeft. Ik heb je zondag een klein zwermpje geschept. Super agressief. Alsof het een... Of ze er al langer hingen en ze honger hadden, of ik weet het niet, maar er was niks mee te beginnen. Ik ben wel 50 keer gestoken. Hallo. Ik zie geen zwermdoppen verder. Dus gaan we die breken, want ik hoor een tuter. Dus er loopt een jonge koningin. Dat weten we nu zeker. Tuut, 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 tuut. Doet ze dan. Miep, 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 miep. Ja, nou, hier zien we de zwermdoppen. Hier zien we een dop. Die gaan we openmaken. Kijken of daar een koninginnetje uitkomt. Ja, die was nog te jong. Ja, hier zit nog wel een jonge koningin in. Die kan uitlopen. Kom maar, kom maar, kom maar. Nou, die is al doodgestoken. Dus dat is een... Oh, ik laat er vallen. Het is een jonge koningin die al dood in de dop zit. Die zal door de... Dan zal de rest allemaal ook wel dood zijn. Ik breek ze weg nu. Die zal door de
eerste koningin die uitgelopen is, vermoord. Hier zien we een hele mooie dop. Eens kijken of daar nog wat in zit. Dat ze die ook al vermoord heeft. Nou, dat lukt niet. Nee, die is toch helemaal onrijp. Hier zit een hele mooie dop. Hier nog een, maar die is sowieso al niet rijp, zag ik al. Deze is bijna rijp. Kijk, die zit in de laatste vervelling. Kijk, die is in de laatste vervelling. Dat is een hele witte koningin nog, maar al wel helemaal klaar. Maar die gaat het niet redden. Loopt. Dus nogmaals, ik kan dit doen omdat ik de toeter gehoord heb. Laatste raam even bekijken. Van het broednest dan. Ja, ze worden wat onrustig. Ik heb helemaal geen rook hier. Een rokertje is niet aan. Wat even weg. Boven zie ik nog wat. Nou, dat is denk ik de dop die uitgelopen is. Die staat open. Komt daar nu net een koninginnetje uit? Dat zou kunnen. Als ze er nu uitkomt, laat ik haar lopen. Het is al eind van de middag. Die gaan nu niet meer zwermen. Die vechten dan vanavond wel uit wie het mag worden. Daar komt ze. De geboorte van een koningin. Ja, mooie zwarte. Prachtige koningin. Nou, we zullen zien wie het wordt. Zij of die andere. Meer doppen zie ik hier niet. Nee. Oké. Nou, dan sluiten we de boel weer af. En dan ga ik ze alleen nog ruimte geven in de honingkamer. Zodat ze de energie die ze nu over hebben, omdat ze weinig broed hoeven te verzorgen, kunnen gaan stoppen in het verzamelen van honing. Zo. Nou, deze kant is dan de honingkamer. Laat ik jullie ook nog even zien. Hallo. Hey Hendrik. Leuk jongen dat je even komt. Zag je me? Ja. Toevallig. Ja, ik kom. Kijk, helemaal mooie volle honingraten. Lekker hè? Dus die moet ik snel wat ruimte geven. Die hebben geen ruimte meer om nieuwe honing op te slaan. Ja, goed. Ze hebben een mooi broednest. Deze hebben net gezwermd. Ja, ik moet hier eigenlijk ramen uit gaan halen, want ik heb al heel weinig ruimte om überhaupt ramen toe te voegen. Ja, deze raam moet ik gewoon even slingeren. Dan heb ik weer ruimte om ramen toe te voegen. Maar nu voeg ik in ieder geval twee ramen toe.
3 kan misschien wel. Nee, hier kan ik er maar 2 in doen. Weet ik niet. Niet zoveel, hè? Ja. Je hebt veel gefietst, ja. Nou, dan is deze klaar. Dan hebben ze in ieder geval weer even een beetje ruimte. Maar hier moet ik volgende week nog even terugkomen om honingraten eruit te halen en te slingeren. Bij alle 3.